Dit is het Zitlab. En hier proberen we nieuw meubilair uit. We hebben in Lounge 1 onderzoek gedaan naar de behoeften van passagiers. En dat hebben we vertaald in 3 typen zitten. Dat is het werken. Well, isolation is good when you are writing. Het samen zitten. That's one of the reasons we came over here and chose it. En het relaxen. Ja, hij zit top hoor. Het zit echt top. En van alle 3 die groepen gaan we hier een test doen. We willen de reizigers zoveel mogelijk betrekken hierbij. Well, I like the plants. I think it's very nice to have something green around you. And actually, when I think about it, it's quite comfortable to sit here. En daarnaast gaan we kijken hoe het allemaal zich technisch houdt. Dus zitten er zwakke punten in het meubilair, worden de plekken heel snel vies. Dan kunnen we dat hier alvast verbeteren zonder dat we een heel zitgebied moeten aanpassen. Nou, je ziet natuurlijk iedere dag wat de reizigers doen. En het leukste is dat je ziet dat alles wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is. Er wordt gewerkt, er wordt geslapen en er wordt gezellig samen gezeten. Maar slapen is toch wel de favoriet op dit moment. Yeah, we may be here an hour, but I think we'll enjoy them. Yes, I'm glad it's a good improvement.